Ik ben Ilona van Ware Kracht. Je kunt mij vinden op Facebookpagina Ware Kracht en op www.warekracht.nl. En ik wilde graag verder gaan en beginnen met de staven. En ik dacht eerst dat ik gewoon alle 10 de kaarten doe, maar dat is wel heel veel. Dus ik doe het eigenlijk een beetje hetzelfde zoals ik met de grote arcana kaarten heb gedaan. En dat is 3 kaarten per keer. Dat is volgens mij werkt ook het beste. Dus ik begin dan ook met kaart nummer 1 van de staven. Ik wil even algemeen, de staven staan voor energie, voor het element vuur. Dus ook voor je passie, waar je voor warm loopt, waar je zin in hebt, wat je blij maakt. Het kan natuurlijk ook op liefdesvlak met passie te maken hebben, met seksualiteit. Het is echt het vuur in jezelf, zeg maar. Nou, dit is de eerste kaart, de aas van staven. Aas is zeg maar ook de 1. En de A staat eigenlijk altijd voor een nieuw begin. In dit geval dus een nieuw begin waarin je heel enthousiast wordt. Dus misschien komt er iets op je pad waarin je je passie naar buiten kunt brengen. Misschien een hobby of juist in je werk of een kans om promotie te maken of sporten. Het kan op allerlei vlakken, in ieder geval iets waarbij je echt, dit is het, hier word ik blij van. Dat is eigenlijk de aas van staven. Dus als deze in een kaartlegging komt, zoals ik al eerder heb uitgelegd, als het voor mij open voelt, dus dat het een positieve is, dan betekent dit dat er gewoon een nieuwe kans op het vlak. Maakt niet uit op wat voor vlak, ligt ook aan de vraag natuurlijk wat iemand heeft gesteld. Maar er komt iets waardoor je echt dol enthousiast wordt en waar je heel blij van wordt. Als de kaart wat negatiever voelt, dan is het juist voor de persoon waar ik de kaart voor leg belangrijk om weer je passie terug te vinden. Waar word je blij van? Wat vond je leuk om te doen vroeger? Wat vind je nu? Waar word je enthousiast van? Het kan heel goed dat die persoon een beetje in een sleur is gekomen. En dat er gewoon een beetje, kabbelend, we doen het maar, dit is het dan. Het is dus heel belangrijk om juist die passie dan weer terug te vinden. In bijvoorbeeld een relatielegging, dus als ik kaarten leg voor iemand anders om te kijken wat de energie is tussen persoon, dan betekent dit vaak een kaart van dat het, zeker in een liefdes, als het gaat om of de persoon, hoe het in een liefdesrelatie staat, dan kunnen de vonken er vanaf vliegen als het op een positieve manier is, als ik er een positief gevoel bij heb. Het is een spetterende kaart, het kan misschien ook een beetje knetteren, maar dat ligt er dan aan of het misschien wat negatiever ligt, maar in ieder geval is er veel passie, is er veel gevoel bij die persoon. Gaat het om bijvoorbeeld een vriendschap of in een werkrelatie, dan voelt deze persoon gewoon heel goed en maakt deze persoon iets wakker in je, waardoor je weer verder kunt. Dus of in je werk of in een vriendschap geeft deze persoon je net weer even een steuntje in de rug om dingen te gaan doen waar je blij van wordt. Dus het is eigenlijk een hele positieve kaart, als hij open voelt voor mij. Voelt hij wat dichter en hij zit in een relatielegging bij de andere persoon. Dan kan dat dus ook betekenen, zoals ik net al aangaf, dat het juist een beetje knettert. En of dat deze persoon juist niet goed in contact is met zijn of haar passie. En dat eigenlijk een beetje van jou misschien wel vraagt. Waardoor de relatie misschien ook een beetje sleur aan kan voelen. Ligt er natuurlijk ook aan de andere kaarten in een relatielegging. Dus je kunt er meerdere kanten, zoals ik al zeg, mee op. Het gaat dus heel erg om, hoe voelt een kaart voor jou? Voelt hij open of voelt hij juist een beetje dicht? Zo noem ik het maar. Ik kan het anders niet goed omschrijven. En dan heb ik zo van nee. Dan betekent deze kaart juist dat er passie nodig is. Dat er wat meer vuur nodig is. Ik zal ook even de engelen tarotkaarten laten zien. Dat is de aas van vuur. En deze tarot worden de staven vuur genoemd. En fantastisch nieuwe kans, een carrière sprong vooruit, verander je leven nu. Dat is zeg maar wat Doreen Virtue bij deze kaart neergezet heeft. Het gaat er gewoon om dat het een spannende nieuwe kans is, nieuwe dingen, een nieuw begin. En dat is zeg maar de eerste kaart van de staven. Dit is de tweede kaart van de staven, staven 2. Wat ik wel heel bijzonder vind is zeker in vergelijking met de engelen tarot dat die vrij verschillend wordt geïnterpreteerd. Ik ga eigenlijk dan altijd uit van de Rider-Waite tarot. Ik zal zo meteen nog even de engelen tarot laten zien wat dan het verschil hierin is. Maar zoals je ziet staat een man stil. Die heeft een wereldbol in zijn hand. En eigenlijk kijkt hij zeg maar over vanuit een soort kasteel. Maar er gebeurt eigenlijk niks in deze kaart. En dat is eigenlijk het belangrijkste waar deze kaart voor staat.
Deze kaart staat echt voor besluiteloosheid, stilstand, niet helemaal weten welke kant je op wil. Een beetje dat gevoel van nou oké, wat gaan we nu doen? Zoiets. Er zit geen pit in, er zit geen passie in, er zit geen vuur in. Er zit, het ligt maar een beetje. Ja. Zoals deze kaart in een kaartlegging komt, dan voel ik eigenlijk meer dat iemand vaak ook besluiteloos is en vaak niet weet welke kant hij of zij op wil. Een beetje treuzelt, misschien wel om dingen heen draait. Ligt natuurlijk ook aan de overige kaarten in de kaartlegging. Maar deze kaart is echt een indicatie dat er iets niet, dat er een beetje iets vermeden wordt. Of in ieder geval dat er weinig passie is. Dus het is heel belangrijk als deze kaart in de kaartlegging komt, dat de persoon stappen gaat zetten en echt een stap durft te zetten. Dat is vaak ook wel belangrijk om even te kijken waar de blokkade op ligt. En dan kan je desnoods, als je dat niet uit de andere kaarten kunt halen, een extra kaart opleggen. Gewoon als verduidelijking van nou, waar zit nu het punt van die besluiteloosheid in. Dus dat kan je er ook nog een extra kaart bij leggen. Ja, het is een... Ik zou het niet als heel negatief. Meestal is deze kaart op zich is die niet echt positief. Dus ik heb meestal wel een beetje hetzelfde gevoel bij deze kaart. Ik heb het nooit als heel negatief. Dat zou dan meer voelen dat iemand echt geen kant op kan en muurvast zit. Maar daar zou er bijvoorbeeld nog een zwaarder bij kaart bij kunnen liggen. Wat dat dan benadrukt. Dus ik kan niet echt zeggen de positieve kant of de negatieve kant. Dat voel ik niet zo. Het kan ook nog, nu ik er even over nadenk, ook wel zijn dat het ook soms kan betekenen dat iemand even niets besluit. Dus iemand komt naar mij toe en die heeft een vraag over iets, een beslissing te maken. Deze kaart komt eruit. Dan kan het soms, ligt er ook aan waar de kaart ligt. Als je een beetje aan de uitkomst of bijvoorbeeld advies ligt, dan is het juist belangrijk om eventjes een stap terug te nemen en even niets te besluiten. Dan zijn dingen nog niet helemaal duidelijk. Dat zou dan een positieve kant van deze kaart kunnen zijn. In een relatielegging, of in ieder geval in een kaartlegging tussen twee mensen, of het nou een relatie is, een liefdesrelatie, een vriendschap of bijvoorbeeld op je werk, dat zou eigenlijk betekenen, als ik naar een liefdesrelatie kijk, dat deze persoon waar je de kaarten dan ook voor legt, niet alleen de persoon, maar waartussen de energie ertussen is, dat het een beetje lauwtjes is. Dat er niet, de persoon niet echt dol enthousiast is of niet helemaal weet waar hij of zij, wat hij of zij met de relatie wil. Dus de persoon is een beetje, niet onverschillig, maar een beetje apathisch. Dat zou ik eigenlijk noemen. Een beetje van ja, er komt niet veel uit deze persoon. Je krijgt er niet veel van terug. En dat kan natuurlijk in een liefdesrelatie, dat kan natuurlijk ook in een werkrelatie of in een vriendschap. Deze persoon is een beetje, die kijkt het een beetje aan en er komt niet zoveel uit. Er zit niet zoveel pit in. Dus dat is een beetje in een, als je de kaartlegging in een relatielegging legt. Dus deze kaart is een beetje, ik zal nu even de Engelentarot erbij pakken, want dat vind ik wel interessant. Dit is namelijk wat Dorn Virtue erbij heeft gezet, 2 van vuur. Je bent op eigen terrein, nieuwe partners of contracten, blijf vooruit gaan. En dat is toch een hele andere insteek die ik zou hebben bij deze kaart. Dus om heel eerlijk te zijn, ga ik eigenlijk altijd van deze kaart uit. Daarom gebruik ik ook eigenlijk in een kaartlegging voor iemand bijna altijd de Rider-Waite-tarot. Omdat dat voor mij dan prettig voelt. Ik vind die, Doreen Virtue mee aankomt, niet helemaal passend bij de kaart. Maar dat is mijn gevoel. Je kunt gewoon zelf kijken wat best beter bij jou voelt. Misschien voel jij je beter bij de Engelen-tarot-kaarten. Dan volg je die gewoon. Het gaat uiteindelijk om wat goed voor jou voelt. En ja, als je iets kiest wat gewoon goed voor jou voelt, kan je daar je intuïtie ook mee scherpen. Of tenminste, dan kan je ook je intuïtie in kwijt. Dit is de 3e kaart, staven 3 uiteraard. Zoals je ziet staat een man rustig te kijken. Hij staat op een soort heuveltje en hij ziet op de achtergrond heb je water. Dan zie je allemaal schepen komen en gaan. Hij staat ook stil, eigenlijk net een beetje zoals de voorganger. Ze staan eigenlijk allebei stil, maar in dit geval zit er wel beweging in, want de scheepjes gaan heen en weer. Klinkt misschien een beetje als detail, maar in tarotkaarten gaat het om de symboliek en gaat het ook om de detail. Deze kaart staat namelijk voor om achterover te leunen. Laat het maar naar jou toe komen. De 2e kaart is eigenlijk dat je zelf een besluit moet maken en stappen moet ondernemen. In deze kaart
is het juist van, nou, wacht eens even rustig af. Ga eens even achteroverleunen, kijk eens even hoe dingen naar jou toe komen. Ga niet forceren, ga niet dingen doordrukken. Dat is heel belangrijk. Je ziet hier ook dat er wat blaadjes aankomen, dat er ook toch een beetje ontwikkelingen plaatsvinden. Het is dus belangrijk om even stil te staan en achterover te leunen en dingen naar je toe te laten gaan. En dat is dus op zich als een positieve kaart. Ik vind dit ook een vrij positieve kaart. Als ik hem wat dichter voel, dus dat hij voor mijn gevoel een beetje negatiever is, dan is het dat deze persoon juist echt moet stoppen met forceren. Dat deze persoon misschien te veel forceert. Het kan ook nog zijn dat deze persoon te passief is, maar dan zal vaak de staven 2 er meer in de kaartlegging komen en niet deze kaart. Dus wat dat betreft is dit echt wel een kaart van even achteroverleunen. Niet forceren, niet dingen afdwingen. Geduld ook, in zekere zin. In een relatielegging, als je deze kaart zeg maar legt tussen personen, dan wacht deze persoon rustig af. Die laat het gewoon, die laat de ander naar hem of haar toe komen. En die kijkt een beetje de kat uit de boom. Die gaat eerst eens kijken wat er... Het wil niet zeggen dat er niks is, maar gewoon dat deze persoon even de tijd neemt om iemand te leren kennen en rustig aankijkt waar het heen gaat. Dus op zich helemaal niet negatief. Het is gewoon iemand die rustiger afwacht en die niet overal inspringt. En dat kan natuurlijk ook in een, als collega's onder elkaar, dat je gewoon een collega hebt die de kat uit de boom kijkt en eerst dingen afwacht voordat ze... Nou ja, heel enthousiast worden. Dat is een persoon die de tijd neemt. Dat is op zich ook een prima eigenschap. Ik zal nog even de 3 van vuur van de Engelentarot erbij pakken. Dat is deze kaart. En daaronder staat overvloed. Alles ziet er heel goed uit. Wees nu geduldig. Maak plannen voor de lange termijn. Dus dit is de nadruk van de Green Virtue. Dus op zich, ja... Ik zou niet gelijk overvloed associëren met deze kaart. Maar het zou kunnen, het ligt er ook weer aan welke andere kaarten erbij zijn. Het is in ieder geval wel geduldig zijn en laat dingen gewoon naar je toe komen. Want alles ziet er goed uit. Dus dat komt een beetje overeen met de Rider-Waite Tarot kaart. Nou, ik hoop in ieder geval jullie weer te zien tot de volgende keer. Dan gaan we de volgende 3 staven kaarten behandelen. Tot dan, doeg!